Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga vandaag voor jullie een drie kaarten reading doen. Dus twee kaarten van de kracht van liefde. En dan heb ik nog een kaartje van beschermengelen Tarot. Van de Green Virtue. Ja, zes kaarten. En vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Eerst gaat de grote prijs eruit, maar ik wacht even dat ik flink over de 1750 abonnees zit. Want soms gaan er opeens weer 8 af, dat doet YouTube vaak. Dus ja, ik wil wel naar boven blijven. Dus laten we kijken, de eerste groep is Dream, die je kan kiezen. De tweede groep is Soul. De derde groep is Peace. De vierde is Body. De vijfde is, ja, die is een figuurtje. Dat is een neushoorn. Moet eens even goed kijken. Het is een beetje apart geschilderd. En de achterkant staat ja, wat van takken. En de zesde groep is Relax. Dat zijn de stenen, de keuzes die je hebt. Dus zometeen gaan we beginnen met de Dream steen. Dus in ieder geval tot zometeen. Doeg! Oké, de eerste groep van Dream. Integriteit. Je demonstreert de waarheid en eerlijkheid van je ziel. En je manifesteert liefde in iedere handeling. Ja, dus je bent een liefdevol persoon die probeert echt liefde uit te stralen. Je laat het ook zien. Je wil in waarheid leven. En je ziel is gewoon eerlijk. Je bent een hele mooie ziel. Vreugde. Je verheugt je in de liefde voor het leven. En geeft een vleugje vreugde en plezier in alles wat je doet. Dus je probeert wel positief te blijven, heb ik het gevoel. En in waarheid te leven, in alle eerlijkheid te leven. En er zit heel veel liefde in jou. 10 van overvloed. De hemel heeft enorm gezegend. Je gezinsleden voelen zich met elkaar verbonden en zijn in eenheid. Voor de kinderen wordt goed gezorgd. Als de tijd daar is, zul je comfortabel met pensioen kunnen gaan. En dat is natuurlijk niet voor, ja, dat duurt bij sommigen langer dan bij de anderen natuurlijk. En je hebt je gezin de waarde en de vreugde geleerd van het kunnen herkennen van goed en kwaad. En je mag heel trots zijn op jezelf. 10 van overvloed is natuurlijk 10 van pentakels. Dus dat is ook financiële overvloed. Maar ook in de liefde komt er heel veel overvloed naar je toe. Dus nog meer vreugde. Je gaat echt heel veel dingen doen vanuit uit je eerlijkheid en je waarheid spreken. En alles wat je doet. Dus er komt heel een mooie tijd aan. Verbondenheid. Gelukkig gezinsleven. Goed, dat was de eerste groep. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! De volgende groep met Soul. Jullie hebben de kaart toewijding. Je wijdt je oprecht aan je overtuigingen in de wetenschap dat liefde de essentie is van je wezen. Dus je bent vrij toegewijd en oprecht. En je vindt liefde heel belangrijk in je leven. Liefdevolle mensen om je heen, zelfliefde uitstralen. Je bent misschien toegewijd in bepaalde dingen. Die mensen misschien helpen. Creativiteit. Je houdt van nieuwe ideeën. Innovaties en vormen van verlichting te bedenken. Dus ja, je bent misschien wel met een missie bezig. Dus vormen van verlichting. Ja, je bent misschien een lichtwerker. Je probeert al je creativiteit in te zetten. Voor nieuwe ideeën. En je bent erg toegewijd. En overtuigd dat liefde heel belangrijk is.
Feest. Ja, je gaat echt een mooie periode tegemoet. Dit is een prachtige periode in je leven. Moeilijkheden verdwijnen. Kijk, als je dit nog niet hebt aangetrokken, komt dat, hè? En het licht aan het einde van de tunnel is als een vallende ster. Dus jij zit misschien nog een beetje in die tunnel, maar er komt licht aan het einde van de tunnel. Dus er komt het einde aan een moeilijke periode. En dan mag je een wens doen, want er komt een vallende ster. De tijd is rijp om lange termijn doelen op te stellen voor een vreugdevolle toekomst. Vertrouw erop dat alles prachtig zal uitpakken. Nou, heel mooi. Dus ja, dit is de sterkheid volgens mij. Dus gelukkig, gelukkig zijn in de toekomst. Hele mooie periode breekt aan. Dus je zit nog in een periode dat misschien nog even uitdagend is. Maar dan is toch daar het einde van de tunnel. Dan mag je een wens doen. En dat gaat heel goed uitpakken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende groep is deze van de Pies. Hartje met Pies. Misschien moet je iemand goed maken. Dat je weer in vrede bent met iemand. Acceptatie. Je bent bereid de controle over de situaties of mensen los te laten. En liefdevol het ritme van het leven te omarmen. Dus je gaat dingen accepteren. Mensen loslaten, situaties loslaten. En je hebt besloten om met de flow mee te gaan en de controle los te laten. Ja, misschien in handen van het universum te geven. En je houdt meer van jezelf waarschijnlijk. Zodat je het nu ook kunt. 6 van actie. Wat een geweldige ervaring voor je. Je project is een groot succes en brengt je prijzen, promoties of andere erkenning voor je harde werk. Goed gedaan. Als iemand die je kan helpen aanbiedt bij je bij te staan, weet dat deze persoon door de hemel is gezonden. En zeg ja. Dus er kan misschien iemand op je pad komen die je wil helpen je bij te staan. En die persoon is door de hemel gezonden. Zeg dan ja. Je gaat een grote succes krijgen. Ook promotie misschien. Want je hebt hard gewerkt. Ze zeggen, heel goed gedaan. Ja, je gaat dingen overwinnen. En accepteren. Je gaat het omarmen. Visie, hoe dan ook. Je ziet het grote geheel van een liefdevol, rechtvaardig universum. Ja, je ziet eigenlijk wat je moet doen. En je hebt het geaccepteerd. En dat geeft heel veel voldoening. Dus er kan iemand op je pad komen die je helpen gaat met bepaalde dingen waar je misschien zelf een beetje moeite mee hebt. Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende steen is Body. Laten we kijken. De kracht van liefdekaarten. Geduld. Je bent in staat de universele energie van verandering te laten bewegen volgens haar eigen liefhebbende ritme. Dus misschien ben je al op iets aan het wachten en dan moet je echt veel geduld voor hebben. En ze zeggen, heb geduld, het komt goed. Laten we kijken wat de andere kaart hiervan zeggen. 2 van actie. Vertrouw op je vermogen uitstekende keuzes te maken. Dus misschien sta je nog voor een keuzemoment. Er zijn overal om je heen volop mogelijkheden, als je maar doorgaat. Misschien is het tijd met een nieuwe partner in zee te gaan, die je kan helpen een succes te maken van je carrière of creatieve bezigheden. Richt je op het grote geheel in plaats van de details van het huidige moment. Dus er kan misschien is het tijd om met een nieuwe partner in zee te gaan. Dat kan ook zakelijk zijn natuurlijk, maar ook misschien romantisch. Dus je moet ergens een keuze in maken. En er is, moet je misschien erg geduld mee hebben. Misschien durf je die keuze niet te maken. Maar je krijgt een succes.
En let niet te veel op de details. Ga dus met de flow mee en wacht wanneer het gaat gebeuren. En er zijn heel veel mogelijkheden. Maar je moet wel door blijven gaan. Goedheid. Je bent een mensenvriend gemaakt van liefde. En je bent in staat die energie te delen met anderen. Ja, je hebt een goed hart. Je kan de energie delen met anderen. Je bent echt een mensenmens. Een vriend van mensen. Moet je natuurlijk wel oppassen dat ze niet misbruik van je maken. Want dat kan ook gebeuren als je te goed bent. Geef wel duidelijk je grenzen aan. Als mensen niet over je heen gaan walsen. Maar er is iets waar je geduld mee moet hebben. Wat zich nog moet ontvouwen. Er zijn echt veel mogelijkheden. Maar blijf doorgaan. Dus dat hoor ik heel sterk. Blijf doorgaan. En dan zal alles wel op zijn plek gaan vallen. Goed, dat was de vierde groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, de vijfde groep. Met die neushoorn en de boompjes. Ze hebben in Afrika andere boompjes dan hier natuurlijk. Laten we kijken. Oorzaak en gevolg. Je bent je ervan bewust dat liefde die in je gedachten creëert een middel is voor verandering en de basis van je resultaten. Oorzaak en gevolg, ja. Wat je dus, je kan dus, wat je iets doet, dan heb dat ook weer een gevolg soms, hè. Je kan goed karma opbouwen of minder goed karma opbouwen. Maar laten we verder kijken. Probeer ook gedachten positief te houden. Als je iets wil manifesteren, zie je het dan ook voor je. Probeer niet te zeggen van, dat lukt me niet of ik kan dat niet binnenhalen. Terugblik en bespiegeling. Je hebt heel veel bereikt in je leven, staat er. En veel om trots op te zijn. Nu is het tijd te besluiten hoe je verder gaat. Terwijl je terugblikt op het verleden en nadenkt over het heden, zul je een steeds helderder beeld krijgen van je goddelijke levensdoel. Laat je niet afleiden door wat er van je wordt verwacht. Wees je ware zelf. Ja, het kan zijn dus dat jij in je missie gaat stappen. Laat je vooral niet afleiden, hè. Kijk, als je goed werk doet, dan heb je dat ook weer goede gevolgen. Je hebt al dus heel veel bereikt. En je mag er heel trots op zijn. Oh ja, je moet ergens nog een besluit innemen van hoe ga ik nou verder. Heden, je leeft in het moment en bent in staat de energie van liefde in je huidige omstandigheden te uiten. Ja. Dus je kan steeds meer liefde uiten. Ook zijn de omstandigheden best wel zwaar. Maar je hebt al heel veel bereikt, dus wees vooral trots op jezelf. En je moet misschien nog een beslissing nemen van hoe ga ik nou verder. En let niet op anderen die jou misschien een bepaalde richting op wil duwen. Wees je ware zelf. Blijf vooral in het heden. Kijk niet te ver je achterom. Je mag natuurlijk wel vooruit kijken, je dromen hebben, hè, bepaalde dingen. Dus, je denkt misschien heel veel na over het heden. En hier staat ook heden, dat is heel grappig. Terwijl je terugblikt op het verleden en nadenkt over het heden. En hier staat heden. je bent in staat de energie van liefde in je huidige omstandigheden te uiten. Dus je kan dat uiten. Je bent zover dat je dat kan uiten. En misschien bepaalde dingen doen van die goed zijn. Je bouwt goed karma op. Dus heel goed. In ieder geval dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Oké, de volgende kaart. Beoordelen.
Je ontwikkelt het vermogen om liefde van angst en waarheid van illusie te kunnen onderscheiden. Dus je kan jezelf kan je heel goed beoordelen van wat is mijn waarheid, hoe ga ik mijn angst weer omzetten, wat is illusie. Van komt dit uit angst, wat er nou speelt. Dus je kan je eigen heel goed beoordelen. En je weet dat liefde eigenlijk een hele hoge energie is. Vier van emotie. Er zijn lieve mensen die je graag willen helpen. Er worden je kansen aangeboden. Maar je ziet of vertrouwt de geschenken van de hemel niet. Kijk om je heen, dagdromen of met je aandacht naar binnen gaan is een gezonde manier om helderheid te krijgen. Als je vervolgens tenminste handelt naar je dromen. Staat er ook in je dromen? Nee, er staat geen dromen. Dus er zijn mensen die je willen helpen, maar je ziet het niet. Er zijn de Vier of Cups, Vier van Bekers. Er wil iemand iets aanbieden. Maar ja, jij denkt van, is dat wel waar? Misschien denk je van, dit is allemaal illusie. Maar je moet kijken om je heen, van wie wil je helpen? En naar binnen keren is heel goed, om helderheid te krijgen in de situatie. Zodat je die beker wel kan accepteren. Deze liefdesbeker. Hier zit hier toch een man met een roos. Een soort Napoleon. Zit daar. Ik hoop dat je de roos ook ziet. Heb je in zijn hand. Dankbaarheid. Je hebt enorme waardering voor de kostbare lessen die het leven je liefdevol presenteert. Ja, soms heb je wel eens, als je lessen krijgt, dan denk je van waarom, hè? Maar achteraf denk je, ja, dat was wel nodig. Dan denk je, oh ja. Dus je snapt het wel, waarom je die lessen moet leren. Je groeit er ook natuurlijk door. En daarom ben je ook dankbaar. En je waardeert die lessen dan ook, omdat het je veel verder brengt. En het wordt echt liefdevol gepresenteerd door het universum vaak, hè? Door je engelen, je gidsen. En, maar ja, er is wel gewoon iemand die jou iets wil aanbieden. Dus keer naar binnen. En je kan jezelf ook heel goed beoordelen. Vooral als je naar binnen keert. Goed, dit was mijn reading, een korte reading. Maar ja, wel 6 keuzes. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!